Wie had dat nou gedacht, dat je water uit de stadsgracht van Zwolle ter plekke kan drinken? Het kan, als het maar op de juiste manier wordt gezuiverd. En dat gebeurt met deze machine. Met als resultaat kraakhelder water. Maar hoe smaakt dat? Grachtwater? Ja. Smaakt het wel lekker of is het... Ja. Ik dacht het ook. Het proeft me in ieder geval niet dat het grachtwater is. Nee. Smaakt naar water, hè? Lekker. Ja? Ja, het smaakt gewoon als kraanwater. Consumptie verplicht, zo heet de jongerenorganisatie die zich inzet voor een betere wereld. Zij wilde samen met studenten van Windesheim aandacht vragen voor schoon drinkwater. Waterbedrijf Vitens steunt de actie van de jongeren. Voor ieder persoon die een slok gezuiverd grachtwater drinkt, doneert het bedrijf 1 euro. Die euro wordt geïnvesteerd in Join the Pipe. Join the Pipe is een stichting die zich inzet voor schoon drinkwater. Dat doen zij door diep water te slaan in ontwikkelingsland. Het is heerlijk water. Hier in Nederland is het heel vanzelfsprekend en in heel West-Europa. Alleen daar is het er nog niet, nog geen drinkwater. En het enige water dat gedronken wordt is net zo schoon of nog smeriger dan het water dat hier uit de gracht komt. En daarom werd er vandaag op Wereldwaterdag actie gevoerd om mensen bewust te maken hoe bijzonder het is dat wij overal kunnen beschikken over schoon drinkwater. Al komt dat uit de stadsgracht. Het is zeker goed, het is zeker goed. Mooi. Hé, hey, dankjewel. Ja, dat is echt. Pak hem op. Tot wat.